Van de ene succesvolle Nederlander naar de andere. Jan Lammers rijdt in 1990 voor het fabrieksteam van Jaguar. Op Silverzoon staat hij op de tweede startrij achter de Mercedes van Slesser en zijn teamgenoot Martin Brundle. De start. Wereldkampioen Slesser pakt meteen de kop. Zijn collega's in de andere Mercedes, Jochen Maas en Michael Schumacher, reden niet mee. Tijdens de training brak Schumacher zijn versnellingsspook af en parkeerde vervolgens zijn auto langs de baan voor reparatie. Maar dat is echter verboden en daarom werd het team later gedisqualificeerd. Achter Jean-Louis Slesser en Martin Brundle is het Jan Lammers op een derde plaats, gevolgd door de twee Nissans. Julian Bailey gaat hier voorbij Mark Blundell voor de vierde plaats. Aan kop is wereldkampioen Slesser al aardig uitgelopen en bezig met het inhalen van wat achterblijvers. Jan Lammers heeft het in deze fase van de race niet gemakkelijk. Door een verkeerde chip in het motormanagement systeem komt hij vermogen tekort en moet toestaan dat hij hier wordt ingehaald door de Spice Cuswort van Taylor en Harvey. Het is tijd voor de gebruikelijke pitstop in deze race over 300 mijl ofwel 480 kilometer. Slesser rijdt hier de pits in om het stuur over te geven aan de Italiaan Mauro Baldi, de vice wereldkampioen van vorig jaar. Bij Jaguar geeft Lammers het stuur over aan zijn jongere teamcollega Andy Wallace. Na een kleine minuut kan Mauro Baldi weer de pits uit. De Mercedes C11 waarin hij rijdt is al 9 races lang ongeslagen. En het ziet er nu nog steeds naar uit dat deze overheersing zal voortduren. In de Jaguar nummer 3 maakt Martin Brundle plaats voor de Fransman Alain Ferté. We zijn bijna halverwege de race als leider Mauro Baldi plotseling moet terugvallen met motorstoring. Kijk eens naar de enorme vlammen uit de uitlaat van de C11. Doordat het ontstekingstijdstip van de motor ontregeld raakte, kon zich brandstof ophopen in de uitlaatpijp. Dit veroorzaakt een soort naverbranding in die uitlaat. En het gevolg van de foute ontsteking is in ieder geval dat Mauro Baldi stilvalt en niet meer terugkomt. Alain Ferté kan hiervan profiteren en pakt de kop over. Voor het team Sauber Mercedes een geheel nieuwe ervaring. 1 auto langs de kant en 1 in de pits. En dat kost punten. Ferté kan hier op het lange rechte stuk een aantal achterblijvers inhalen, waaronder Stingrays en de gele Spice. En die laat zich daarbij onnodig tegen de Toyota van de Japaner Ogawa duwen. Geen schade, maar Stingrays is duidelijk zijn ritme kwijt en zou als 19e finishen. Alain Ferté geeft het stuur weer over aan Martin Brundle en dan ontstaat er een boeiend gevecht tussen 3 merken, Spice, Jaguar en Nissan. Bruno Giacomelli haalt hier in zijn Spice de Jaguar van Wallace in en komt op een 4e plaats. Toch doen de Wildcats, zoals de Jaguars in Engeland genoemd worden, het beter dan in de eerste 2 races. Plotseling rook uit de Nissan nummer 23 van Julian Bailey. Oorzaak is niet motorstoring, maar een spontane klapband bij zo'n 300 km per uur. Meestal betekent dat zoveel schade dat verder rijden zinloos is en Bailey lag op dat moment maar liefst op een 2e plaats. Die plaats wordt nu dan overgenomen door Wallace, teamgenoot van Lammers, die hier de Nissan van Mark Blundell inhaalt. Blundell moest wel langzamer aan het einde van de race, want zijn brandstof raakte op. En wat dat betreft is er weinig veranderd. Ook vorig jaar moesten de auto's van het Nissan-team vaak uitvallen door een te hoog brandstofverbruik. Het einde van de race. Winnaar wordt Brundle in zijn Castrol Jaguar. Lammers en Wallace worden tweede en zo lukt het de Jaguars om in eigen huis eindelijk de superieure Mercedes te verslaan. Achter de Wildcats is het Giacomelli in de Spice die derde wordt. En zelfs Blundell komt nog zonder brandstof over de streep. Niet op de motor, maar op zijn startmotor. Het